Een communautaire opstoot in Krainem. Militanten van het taalactiecomité trekken naar het gemeenteplein om te protesteren tegen de steunactie voor de niet benoemde burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Krainem en Wezenbeek-Oppem. Maar agenten versperren de weg. De sfeer wordt grimmiger wanneer de burgemeester van Sint-Genesius Rode ook naar het plein wil gaan. Ze wordt hard aangepakt door mensen van het taalactiecomité. De benoemde en gematigde burgemeester van Sint-Genesius Rode wou de Franstalige manifestatie bijwonen, maar werd vrij hard aangepakt door de Vlaamse betogers die haar niet wilden doorlaten. Ik ben matig, ik probeer altijd pacificatie te voeren bij mij in de gemeente. En ik begrijp dat niet. Dat zijn mensen die ik ken, die af en toe naar de gemeenteraad komen. Maar het is gebeurd door slagen met dat had ik toch niet verwacht. Wij mogen ook niet door, het is... De betogers kan er geen sprake zijn van een benoeming, omdat de burgemeesters al jaren de taalwetten niet respecteren. Deze is een Vlaamse gemeente en blijft een Vlaamse gemeente. Maar u gebruikt wel geweld. Nee, omgekeerd, de politie gebruikt geweld. De beelden zijn duidelijk, wij zetten gewoon de straat af. De politie denkt, nee, wij gaan die mensen verduwen en zij gebruiken duidelijk geweld tegen ons. Het ziet er niet naar uit dat er snel een benoeming komt voor de burgemeesters. Ze zijn dan ook van plan om naar de VN-Mensenrechtenraad in Genève te gaan.